Nou, de teleurstelling overheerst. Ik bedoel, wat ik merk is dat er hard gewerkt is en dat vele mensen druk zijn geweest, zeker ook uit dit huis. Maar ja, de spoedeisende hulp is niet gegarandeerd. Ik begrijp 16 uur, dat is te weinig. En verloskunde, eigenlijk nog helemaal niks. Ja, nou goed, het ligt nu niet meer bij de minister. Uiteindelijk ligt natuurlijk bij de curator wat u aangeeft. Maar goed, hij heeft zijn woord gegeven in de Tweede Kamer. Er gaat 4,5 miljoen euro naartoe en hij heeft zijn woord gegeven. En ik vind, daar moeten we hem aan gaan houden. En nou, morgen is er een debat in de Tweede Kamer. Dan gaan we zien wat daar gezegd gaat worden. Ja, daar zullen uw collega's in Den Haag hem zeker ook aan gaan houden, denk ik. Ja, ik heb er vertrouwen in dat mijn collega Fleur Agema daar weer hard in gaat. En terecht, want het ziekenhuis, wat ik al aangaf, moet gewoon blijven in Lelystad. Jack Schone, van Leefbaar Lelystad. Ik zag een tweet van u, conversatie met iemand van de VVD over we moeten in actie komen. En u zegt, ja, dan moeten we dat niet ergens op een achteraf veldje doen, maar bijvoorbeeld maandagochtend de A6 blokkeren. Is dat nou echt serieus of was dat meer een grappige opmerking? Nou, eigenlijk toch wel serieus. Want ja, je mag op het Malieveld achteraf staan. Nou, heeft vaak geen inhoud. We kunnen hier op het Agorreplein gaan staan. Hij heeft ook geen inhoud. Ik vind, ja, we mogen dan best wel eens een keer onze stem laten horen. Als het nodig is. Vooralsnog is iedereen nog in gesprek en bezig. Dus dat moeten we niet verstoren. Maar als het nodig is en het wordt niet zoals we het zouden graag willen. Ja, dan mogen we best wel eens een keer een beetje regels in zijn. Maar de A6 blokkeren, dat doet denken aan de blokkeervriezen. Dat mag niet van de rechter. Nee, dat klopt. Nou ja, soms moet je eens een keer een risico nemen. En je ziet dat toch heel Nederland er wel achter staat, ook bij die blokkeervriezen. Nou weet je, ik wil ontzettend graag een ziekenhuis behouden met alle dingen die nu niet in de brief staan van de minister. Die wel aanvullend zijn. En wij zijn best wel heel lief in Lelystad. Ik wil geen blokkeerpiet worden of antipiet of propiet. Maar weet je, als we allemaal nou eens 1 euro storten op een bepaalde rekening en laten zien, hebben we 78.000 euro, dat de bevolking, alle inwoners, gewoon het ziekenhuis willen behouden. Maar we zijn een beetje tam, hè? We hebben afgewacht en ik ben het een beetje zat. Nou, ik hoor Jack Schone van Leefbaar Lelystad zeggen, we moeten de A6 blokkeren. Dan heb je het niet over tamme acties. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, mijn carrière is voorbij. Hey, ik zoek geen baan. Ik heb een ridderorde, die wil ik heel graag ervoor inleveren als ik dadelijk 240 uur werkstraf krijg. Maar ik loop met hem voorop. Ja, maar moet ik dit nou zien als iets ludieks of serieus toch in actie komen en dan heel zichtbaar? Nou, ik denk dat we gewoon iedereen wakker moeten schudden. Want er wordt zo hard gewerkt door onze burgemeester om alle ballen in de lucht te houden. Maar aan de andere kant, en dat begrijpt u ook, het is een VVD-minister. We gaan dadelijk de verkiezingen in volgend jaar. Denkt u dat ik op de markt ga staan? U gaat niet op de markt staan als deze VVD-minister niet die belofte waar maakt dat hier een spoedeisende hulp en acute verloskunde blijft? Ik denk dat u helemaal gelijk heeft, want ik voel me verantwoordelijk voor de uitspraken die ook een minister doet. Normaal hebben we natuurlijk het Rijk en de gemeente, we hebben eigen autonomie. Maar ik bedoel, er is wel een belofte gedaan voor onze stad. En daar wil ik hem heel graag aan houden.